Vlaams Parlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen 12 maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse kanon de actualiteit beheersten. Journalist Jan de Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Koen van den Heuvel. Bij ons Koen van den Heuvel van CD&V, welkom. Goedemiddag. Ja, na een bijzonder jaar, burgemeester van Puurs. En dat is daar voor u de vaste waarde, al 5 maal de absolute meerderheid. Maar hier op Vlaams niveau is er het voorbije jaar voor u van alles veranderd en gebeurd, hè? Ja, 2019 was wel een spannend jaar. Hè. Zoals u zei, begin van een nieuwe legislatuur. Voor mij ook burgemeester voor de 5e keer mijn eed mogen afleggen. Maar toch wel van een nieuwe gemeente. Dus van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amans. Ja. Dat was toch een bijzondere uitdaging. En toch wel leuk dat we aan die uitdaging mochten starten. Maar ze heeft amper een maand geduurd, want begin februari kon ik dan minister worden in opvolging van Joke Schouwli. En dat heeft dan geduurd tot oktober, tot de start? Ja, 8 maanden ongeveer, tot de start van de nieuwe Vlaamse regering begin oktober. Ja, ik kom daar straks op terug, want ook voor uw partner was het een boeiend jaar. Mevrouw Partika was ook kandidaat-voorzitter voor CD&V. Het is uiteindelijk Joachim Koens geworden. Is dat een broken dream dan van zo iemand, dat net niet gelukt is? Nou, ik denk dat het voor de partij heel goed was. Dus dat het een open verkiezing was. Soms werd daar meewarig over gedaan. Er zijn 7 kandidaten. Is die partij nog op orde? Maar ik denk, als we daar kunnen op terugblikken, dat het toch wel een heel goede oefening is geweest. Met heel veel transparantie, met ook een open debat. Alle debatten werden bijgewoond door honderden leden. Dus dat was toch wel een mooie oefening in partijdemocratie. En ja, dus daar konden 2 kandidaten naar de finale gaan en 1 kandidaat voorzitter worden. En Katrien heeft dat goed gedaan, heeft heel veel geleerd. Heeft ook dus van Limburg tot West-Vlaanderen op campagne geweest. Maar ik denk dat het voor haar een leerrijke gebeurtenis was. En voor de partij denk ik wel dat we nu met Joachim een nieuwe voorzitter hebben die er echt staat. Die ook een duidelijk mandaat heeft gekregen. Het ondersteunde wat de kandidaat van mevrouw Partika. U waarschuwde ook voor een CD&V of CD&V West-Vlaams en Limburgs. Hè? We hebben nu een West-Vlaamse voorzitter uit Damme. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is. En ik merk toch de voorbije weken dat Joachim die boodschap wel heeft begrepen. Hè? Ja. Dus trouwens, dat leeft in Antwerpen, in mijn provincie. Want inderdaad, uw provincie, er is ook Antwerpen, belangrijke kieskring, belangrijkste, Vlaams-Brabant, moet... Of is bijna een zorgenkind voor die CD&V, zeker de stad, hè? Ja, dus ik denk een zorgenkind, ik zou dat willen relativeren, omdat het dus de provincie zelf, net zoals in Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant, hebben we natuurlijk heel wat groeimarge. We moeten daar ook niet flauw over doen. Dus dat 26 mei voor de partij in heel Vlaanderen, buiten misschien West-Vlaanderen, naam en niet goed was. En in die Vlaamse ruit zie je Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, dat daar de uitdaging voor de partij zeker groot is. En dan natuurlijk in de stad Antwerpen zelf, waar CD&V nog amper 5-6% heeft gehaald, zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen als bij de parlementsverkiezingen. Ja, dus daar had u... Door het gewicht van de stad, 27% van de provincie Antwerpen is de stad Antwerpen. Dus natuurlijk, als je in dat grote aandeel slecht scoort, dan wordt ook het percentage voor gans de provincie naar beneden gehouden. Want daar had u Chris Peters en ondertussen heeft u er in Puurs opnieuw een inwoner bij. Hij is terug in Puurs komen wonen. Hè? Betekent dat politiek eigenlijk iets in Puurs dan? Ja, ik denk Chris is jaren gemeenteraadslid geweest, maar zijn focus lag heel duidelijk bij de Vlaamse politiek. Hè. Ik denk dat hij een heel sterke minister-president is geweest en af en toe praat ik de grote dossiers eens door, maar zijn focus lag duidelijk in de nationale politiek. Ja, 2019 was ook het jaar van de electorale opdoffer voor uw partij. Hier in het Vlaams parlement van 20,5 naar 15,4%, een verlies van 5,1 of 8 zetels kwijt.
Hoeveel pijn doet dit voor de aloude Volkspartij die er altijd bij was? Ja, ik denk dat er toch een zekere ontgoocheling was. Hè. Dus we wisten dat het in een tijd van polarisatie voor ons niet gemakkelijk is. Maar we hadden toch, en we moeten daar ook niet flauw over doen, op meer gerekend. Dus dan is het toch wel even hard wakker worden bij deze verkiezingsuitslag. En moeten we nu alle zeilen bijzetten om die partij terug een goed merk te maken, een duidelijk merk van te maken. Want ik denk dat we heel wat in ons mars hebben. Hè. Dus in de tijden van polarisatie, waar de extreem hebben gewonnen, zowel uiterst links als uiterst rechts. Hè. Dat hebben we op 26 mei gezien. Als we de laatste opiniepeilingen mogen geloven, wordt die tendens wellicht nog versterkt. Dus ik denk dat dat absoluut nodig is, dat die boodschap van een volwassen partij met een heel positief verhaal, een verbindend verhaal, maar ook een positief verhaal, dat die toch terug moet kunnen weer klinken. Want uit dat post-electoraal onderzoek blijkt ook dat de gemiddelde Vlaming eigenlijk een kiezer is die van die polarisatie niet veel moet weten, die ook van die extreme oplossingen ook niet veel moet weten. Dus ik denk dat we daar... Tegelijk blijkt uit dat onderzoek ook dat dit historisch de meest volatiele verkiezingen ooit waren. 32% van de kiezers is veranderd van partij, vergeleken met 14. Ja. Maar het schiet wat alle kanten uit op die manier. Ja, dat is dus inderdaad zo. En ik heb ook wel de indruk dus dat die verkiezingsuitslag dan ook nogal sterk bepaald wordt door het thema dat dus volop wordt bespeeld in die campagne. En ja, dat was nu heel duidelijk migratie, inburgering. En dat is denk ik ook een heel grote verklaring waarom het Vlaams Belang toch wel die sterke heropleving heeft gekend. En ik denk dat het goed is dat we toch ook andere thema's proberen terug op die agenda te zetten. Maar ook over migratie, inburgering, maar denk ik ook pensioenen, sociale zekerheid, een sterke arbeidsmarkt. Dus dat thema's zijn die heel nauw aan het hart liggen van de Vlaming. En dat we die ook absoluut moeten durven uitspelen. Ja, u spreekt over die thema's die voor uw partij belangrijk zijn. Brengt me bij een ander thema waarover we bij jullie partij tijdens de verkiezingen eigenlijk nooit iets hoorden. Dat is die Unia, de subsidies van de Vlaamse subsidies voor Unia. Die gaan verdwijnen op termijn, pas in 2023. Maar toch, en er komt een ander Vlaams Mensenrechteninstituut. Vandaar de basisvraag, wat is er mis met Unia zoals dat nu bestaat, zoals dat nu werkt? Waarom moet dat anders? Ja, ik denk heel eenvoudig. Dus we leven in een federaal land waar dus de federale overheid bevoegd is voor een aantal thema's. Maar waar ondertussen wij ook heel sterke regio's, deelstaten hebben, die ook sterke bevoegdheden hebben. En ik vind dat het heel belangrijk is dus dat discriminatie, gelijke kansen echt een heel belangrijk thema moeten zijn in onze samenleving. Maar Unia is daarmee bezig. Waarom moet dat nu anders? Moet dat door Vlaanderen gedaan worden? Wel, dus ik denk dat het goed is dus dat Vlaanderen is bevoegd bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt, voor de woonmarkt. Dus net twee thema's waar bijvoorbeeld discriminatie een eikelpunt is. Hè. Dus men kan dat regelmatig lezen. Dus dat daar toch nog wel een aantal gevallen voorkomen. En dan vind ik dat als een volwassen deelstaat zegt van kijk, voor ons kan discriminatie niet, ook binnen onze bevoegdheden. Dus dat dit ook volop wordt opgenomen. En dus vandaar vind ik dat ook eigenlijk een goede zaak dat Vlaanderen bevoegd is. Dat Vlaanderen een eigen gelijke kansinstituut of een mensenrechteninstituut opneemt. Men ziet dat ook in andere landen. En het plaatst eigenlijk de verantwoordelijkheid helderder binnen die Vlaamse natievorming, binnen ook de politieke verantwoordelijkheid in Vlaanderen, zowel de Vlaamse regering als het Vlaams parlement. Dus we kunnen ons dan ook niet meer verstoppen achter federale toestanden. Het is een federale instelling. Dus ik denk een volwassen deelstaat die echt werk wil maken van een goed en daadkrachtig gelijkkansenbeleid en een discriminatiepolitiek, kan dus zulk gelijke kanseninstituut of een mensenrechteninstituut absoluut gebruiken. Tegelijk blijft die Unia natuurlijk als federale organisatie, dat is onze staatsstructuur, maar blijft
actief, ook op onze bodem, maar ook zonder die 10% Vlaamse subsidies. Bijvoorbeeld op hate crime, hate speech en dergelijke meer. Uw federaal collega Nathalie Mulle waarschuwde al, minister van Werk. Ja, mensen, burgers, mogen de weg niet kwijtraken in die wirwar van instellingen. Er komt natuurlijk, er komt een instelling bij. Ja. Ja, maar ik zeg het nogmaals, ik vind het heel belangrijk, want het is ook een thema dat dus op 26 mei in die polarisatie binnen onze samenleving, dat is een antwoord dat we absoluut moeten geven rond die inburgering van nieuwkomers, het verdedigen van onze westerse waarden, dus ook naar gelijke kansen toe. Dus ik vind het absoluut dus dat we een goede zaak, dus dat Vlaanderen nu daar zelf een sterk instituut heeft en daar ook zijn stempel kan op drukken. Dus ik vind... Van oppositie bijvoorbeeld, zei ook bij ons in de studio, je ziet daar net de stempel in van het Vlaams Belang. Vlaams Belang en N-VA, die hebben met elkaar geknuffeld 2 maanden en die Unia, dat luikje, dat is een Vlaams Belang stempel en CD&V laat het passeren. Nee, en ik denk dat dat een verkeerde voorstelling van de feiten is. Dus we kunnen het ook omdraaien. Ik vind het heel belangrijk dus dat Vlaanderen als deelstaat zijn eigen gelijke kansen instituut heeft, mensenrechteninstituut heeft, om dus echt mee te letten, dus dat er daadwerkelijk wordt opgetreden tegen discriminatie op de woonmarkt, tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dus dat die puntjes daar ook duidelijk op de i worden gezet als een volwassen Vlaamse bevoegdheid. Ik vind het dus eigenlijk een punt van actie. En we moeten natuurlijk daar nu over waken, dus dat ook op die daadkrachtige manier wordt ingevuld. Wij zijn zelf zo vrij geweest om een fragment uit te kiezen van uzelf. Op dat moment nog, we zijn dan begin 2019 als fractieleider. En dat is een tussenkomst over de klimaatspijbelaars of klimaatjongeren. We zitten dan volop met die actiedagen. Op donderdag namiddagen was het, denk ik, waar jongeren op straat komen, naar Brussel komen om te ijveren voor meer, voor een ander klimaatbeleid. Meneer de voorzitter, we zijn dus nu bijna een uur aan het debatteren. Of het een volwassen gesprek eigenlijk zou moeten zijn. En ik ben echt teleurgesteld. En ik denk samen met vele kijkers en zeker de jongeren die hier achteraan zitten aan de toon van dit debat. Het is dus al een uur een welis nietje spelletjes, meneer Tobak, waar u een groot aandeel in hebt. Hè. Laat ons daar alstublieft, meneer Tobak, mee stoppen. Hè. Wij krijgen elke donderdag een wake-up call. Er is positieve energie in Vlaanderen enorm om het klimaatbeleid te versnellen, te versterken en een tandje bij te steken. Laten wij als verantwoordelijke politici die positieve energie nu eindelijk eens tot ons nemen en hier te zeggen van kijk, gebeurt er niks wat u probeert hier al een uur uit te leggen. Nee, er gebeurt van alles. Is het genoeg en kan het beter? Natuurlijk, er kan nog een tandje bijgestoken worden. Maar dan verwachten wij concrete voorstellen. En u bent al 3 kwartiers aan het woord en we hebben nog geen 1 concreet voorstel gehoord. En daar wachten wij op. En wij gaan dat proberen in te vullen met onze tussenkomst. Ja, interessante scène. Interessante scène, want we zien op dat moment ook onder meer Anouna de Wever binnenkomen op het balkon als publiek dan. U ergert zich daar eigenlijk in globo aan de toon van het debat. Op dat moment specifiek de manier of oppositie die zegt dat jullie niets doen. Het is een heel beladen en moeilijk debat en blijkt nog altijd. Hè? Ja, inderdaad. En we moeten ook, denk ik, daar toch een beetje voor opletten. Dus dat het klimaatdebat ook niet verzandt in een heel polariserend item. Hè, waar je bijna non-believers hebt. Hè. En als ik soms de tussenkomsten hoor van Vlaams Belang de laatste weken, dan zeg ik van, men kan toch ook niet de waarheid ontkennen. Er is heel duidelijke signalen nu dat op aarde toch een aantal weerverschijnselen zich voordoen die enkele decennia geleden niet gebeurden. De bosbranden, overstromingen, de hitte deze zomer. En dan zit er toch ook een heel sterk gezondheidsaspect daaraan verbonden. Hè? Dus, want elke hittegolf in Europa geeft ook extra doden dan al de natuurrampen die zich voordoen. Dus ik denk echt dat er moet opgetreden worden, dat we dus toch wel een ambitieus beleid op dat vlak moeten voeren. Anderzijds heb je dus langs de
andere kant van het spectrum. Mensen dus die daar eigenlijk ook heel, ik zal niet zeggen drammerig, hè, maar toch nogal sterk op inspelen. De jongeren zelf bijvoorbeeld? En, ja, maar Greta Thunberg of Annina de Wever, ja, drammerig? Maar ik vind het van jongeren, die mogen het item echt op de agenda zetten. En ik ben, denk ik, daar ook. Ik heb toen dan enkele weken later minister werd. Ja, want voor de duidelijkheid, hier bent u dus nog geen minister. Hè? Dat is voor, dit is een ja, pas dus, nadien. U weet nog niet dat u dan minister zal worden. Nee. Dus dat was denk ik in januari. Ja, dus enkele weken voordat ik minister werd. Ik heb dan, toen ik minister werd, ook Hanouna onmiddellijk ontvangen met een delegatie van de jongeren. Om, ik denk dat zij mee dat draagvlak kunnen vergroten, hè, wanneer dat op een juiste manier gebeurt. Spijtig genoeg hebben we dan achteraf ook naar de campagne toe een aantal voorstellen gekregen, waar sommige mensen dan misschien met het wijsvingertje wat stonden te zwaaien. En dan voelde dat er een tegenreactie kwam. En dus we moeten, denk ik, daar dat debat ook helder houden. Hè. Dus ik denk dat we absoluut ambitieus moeten zijn. Dus absoluut de waarheid onder ogen moeten zien. Maar we moeten de mensen ook niet op hol en op stang jagen. Dus met maatregelen waar zij zeggen van oei. Hè, dus dat kunnen we niet aan als individu, als gezin, als samenleving. En dan eindigen we ook nergens. Hè, want dan gaan die stemmen naar de klimaatontkenners. Ja. En dan zijn we nog verder van huis. Dus ik denk dat we daar echt ook de lijn moeten houden. Heldere voorstellen. Een heldere lijn, zegt u. We zitten met dit fragment in een situatie. We weten dat op dat moment nog niet, maar er volgt bijna een politieke, of er volgt een politieke crisis. Met dan op dat moment CD&V-minister Jokke Schouwvliegen, die voor het publiek van landbouwers een ander verhaal vertelde dan wat we op dat moment hoorden van de partij zelf. De partij die haar sympathie uitsprak over en bijna prode acties van de jongeren. Voor een ander publiek spreekt zij dan andere taal. Zo blijkt dan, had uw partij daar geen duidelijke lijn in? En heeft dat de kop gekost, het ministerschap van mevrouw Schouwvliegen? Ja, ik denk dus dat als we daar terug op terugkijken, is het natuurlijk altijd heel gemakkelijk om te zeggen van we hadden dit en dat moeten doen, dan hadden we die situatie vermeden. De situatie was zoals ze was. Ik denk dat Joke daar een ongelukkige uitspraak heeft gedaan. Ze heeft zich daar trouwens ook achteraf voor... Over die staatsveiligheid. Voor verontschuldigd. Ja. Dus ik denk dat nu gelopen is zoals het gelopen is. Want ze had dus gezegd voor duidelijkheid, want het is al even geleden dat zij ervan op de hoogte is via staatsveiligheid dat het opgezet spel georchestreerd was. Ja, hè? Ja, wel, dat was zoiets in de aard dat zij heeft gezegd. Maar ik zeg het nogmaals, hè, dus, dat was een ongelukkige uitspraak. Ze heeft zich daar ook uitgebreid voor verontschuldigd. En voor de helderheid van het debat, want je voelde aan dus dat het, de temperatuur niet alleen van de aarde steeg, maar ook in het debat toenam, denk ik, was het goed. Dus dat er toch wel een zekere rust terugkwam in het debat. Ik heb ook dan de jongeren dan ontvangen en geprobeerd toch dat draagvlak mee te ondersteunen. Hè. Ik heb van in het begin gezegd, het klimaat is van ons allemaal. Hè. Dus dat is niet van jongeren die opkomen voor het klimaat toen, elke donderdag namiddag. Dat is ook niet van een aantal NGO's. Het klimaat, dat gaat ons allemaal aan. En dat brengt ons... Het is belangrijk voor ons allemaal en we moeten er ook allemaal aan werken. Het is niet of-of, het is een uitdaging voor ons allemaal. En dat brengt ons bij het volgende fragment. Dat is begin februari, wanneer u in het Halfrond de eet aflegt. Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van een lid van de Vlaamse regering. Bijgevolg verklaar ik de heer Koen van de Heuvel verkozen tot lid van de Vlaamse regering. Overeenkomstig artikel 62 van voor... Melde wet, nodig ik hem uit hier vooraan het Halfrond plaats te nemen om er de eed in mijn handen af te leggen. Jan, wie had dat gedacht? Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Proficiat, Koen.
Ja, voor wie het niet helemaal goed hoorde, het moment dat u daar plaatsneemt voor parlementsvoorzitter Jan Peumans, mompelt u, ja, wie had dat gedacht? Of begreep ik het verkeerd? Ja, nee, dat is juist. Ja, voor mij was dat wel een verrassing. Hè? Dus ik had daar eerlijk gezegd niet rekening mee gehouden dat ik nog ooit eigenlijk Vlaams minister zou worden. Ik was ondertussen 8 jaar fractievoorzitter. En de regering ja, zat op enkele maanden van de verkiezingen. Dus, maar ik was wel blij dat toen de partij heeft gezegd van ja, kijk, als fractievoorzitter heb je toch wat ervaring opgebouwd in het parlement. En we zien u nu in opvolging van Joke als minister. We zaten toen net in dat volle klimaatdebat. Iedereen keek naar die bevoegdheid, naar waar u dan verantwoordelijkheid voor werd. Tegelijkertijd is die periode van ministerschap zeer kort voor de verkiezingen. Wat kan u dan eigenlijk nog doen? Ja, dat was natuurlijk 109 dagen. Hè. Dus dat werd met elk interview toen voorgeschoteld. Van ja, hè, wat kun je doen op amper 100 dagen? Dus ja, naar het klimaatdebat toe heb ik geprobeerd om wat rust terug te brengen. Hè. Dus om weg te gaan van die polarisatie. En ik heb Anuna en delegaties van de jongeren 2-3 keer ontvangen. Ik ben ook veel op bezoek geweest naar verenigingen. En we hebben ook het klimaatpanel dan uiteindelijk opgericht. We hebben ook een 75 miljoen extra aan klimaatbeleid besteed eind maart. En het panel heeft nu ook intussen zijn tweede advies uitgeschreven, omdat het denk ik goed is. Dus dat elk politiek debat moet natuurlijk gevoerd worden door politici. Het zijn niet de wetenschappers die politieke keuzes moeten maken, maar het is wel nodig en goed. Dus dat ook naar wetenschapslui wordt geluisterd naar hun voorstellen, naar hun analyses, zodat dus politici met een kennis van zaken kunnen beslissen. En vandaar dus dat we ook dat klimaatpanel met een tiental Vlaamse professoren hebben kunnen oprichten om daar naar de toekomst mee aan de slag te gaan. Inmiddels is die Vlaamse regering met haar vernieuwd klimaatplan naar Europa gegaan. De kritiek daarop luidde wel al meteen, het is oude wijn in nieuwe zak, het haalt nog maar nipt de Europese normen. Mm-hmm. Zelfs minder ambitieus dan die noordelijke of Scandinavische landen, waar de regering anders wel naar verwijst als grote voorbeelden. Ja, het is niet genoeg, misschien nooit genoeg voor de klimaatactivisten? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dus dat we nu die doelstelling van die 35% reductie halen. Dus de regering heeft nu een plan gemaakt dus dat 32% een half voorop stelt en dan nog een marge heeft en daarvoor rekent op innovatie. Maar ik denk dat nu de discussie moet zijn van kijk, laat ons alsjeblieft dit plan uitvoeren. Dus het is heel gemakkelijk om maatregelen te formuleren en die op papier te zetten. Maar we hebben dus in het verleden gezien dat het natuurlijk minder gemakkelijk is om die ook daadwerkelijk op het veld te realiseren en resultaten te boeken. Zijn we goed op weg? Kunnen we misschien nog een tandje bijsteken? En ik reken daarvoor ook op innovatie. Hè? Maar het is zoals daar ook nu in die is afgesproken, hè, dat plan. Maar het is een en-en-verhaal. Hè? Ja. Dus dat vind ik, heb ik als minister ook altijd benadrukt. Klimaat is van ons allemaal. En het is niet of die maatregel of die maatregel. We zijn nu in een situatie beland dat het en-en is. Hè. Dus we moeten rekenen even over, op innovatie, maar ook wellicht op toch een zekere gedragsverandering, zeker op mobiliteitsvlak van onze mensen. Dat was de lijn die nu wordt verder gezet door die Vlaamse regering. Dit fragment, is dat het ultieme streven, minister worden in de politiek? Dat is een hoogtepunt, hè? Ja, dat was een leuk moment en ik heb dat ook heel graag gedaan. Alhoewel, als burgemeester, en dan wordt soms gezegd, ja, burgemeester is de mooiste politieke job. Ja, de mooiste stijl dan, maar dat bent u al. Dus. En dat is ook zo, hè, omdat je daar natuurlijk het voordeel hebt om heel dicht bij de mensen te staan, maar ook heel concrete maatregelen kunt nemen. Hè. Dus u kunt onmiddellijk een beslissing zie je op terrein, het resultaat. Hè, terwijl natuurlijk als parlementslid of als minister binnen die Vlaamse regering kun je maatregelen nemen, maar je ziet niet altijd onmiddellijk het effect van die beslissing. En dat wordt je natuurlijk bij een lokaal mandaat onmiddellijk mee geconfronteerd. En je
ziet de kiezer eigenlijk recht in de ogen. Dus je wordt onmiddellijk geconfronteerd met de duim omhoog of naar beneden of een beetje halfweg. Dus dat is boeiend. Ja. Maar okay, we moeten ook niet onder stoelen of banken steken dat als je een hele tijd in het parlement hebt gezeten, dat het dan ook eens leuk is om de verantwoordelijkheid van minister te mogen zijn. Een boek. Louis Paul Boon, Eten op zijn Vlaams. Louis Paul Boon, moet hij in de Vlaamse kanon? Louis Paul Boon is toch wel een heel belangrijke Vlaamse auteur uit de vorige eeuw. Hij heeft toch heel wat boeken geschreven, maar mij twee binnen, de Kapelletjesbaan en het Geuze. Boek, dus dat is ja, heel belangrijk. Want die twee die je noemt, de titels alleen al, hè, dat zijn echte, dat is oer-Vlaamse, die Kapelletjesbaan en er bestaat een literaire kanon al. In hoeverre moet dat dan ook in een Vlaamse kanon? Iemand die bijvoorbeeld nieuwkomer is, moet die weten wat dat is, die Kapelletjesbaan? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ook nieuwkomers toch wel die band hebben met die Vlaamse cultuur. Die Vlaamse kanon staat dus nu in het Vlaamse regeerakkoord. Ik denk dat daar ook, als dat goed wordt ingevuld, ook een pluspunt is. Dus zowel voor onze aankomende jongeren als voor nieuwkomers. Maar het moet natuurlijk wel op de juiste manier worden ingevuld. Heel onafhankelijk door experten. En op de juiste manier. Het mag geen loftrompet zijn over de koene Vlaamse ridders. Dus ik denk, als het goed bewaakt wordt, is dat instrument dat een pluspunt kan zijn voor nieuwkomers om zich beter in te burgeren in onze Vlaamse samenleving. En ook al zou je kunnen zeggen, het bestaat misschien al, we zijn allemaal kinderen, producten van het onderwijs. Mm-hmm. De kanon, dat zit in mijn leerplan, dat zat in mijn leerboeken. Mm-hmm. Het bestaat eigenlijk al, of schiet het daar dan tekort? Maar ik denk dat we niet flauw moeten overdoen, dus dat dit nu niet de grootste prioriteit was voor mijn partij. Nee. Maar anderzijds is het ook, denk ik, nu niet het thema waarop een inburgeringsbeleid moet afgewogen worden. Ik stel vast dat ook in Nederland een kanon bestaat. Ik denk een Vlaamse kanon kan een mooi hulpmiddel zijn om toch wel die Vlaamse identiteit wat meer vorm te geven. Maar ik zeg nogmaals, het moet wel op een onafhankelijke manier gebeuren, door experten en niet aan politici. Hebben al veel kritiek. Zeggen het is een anachronisme, het is omgekeerde geschiedschrijving. Zelfs Bruno de Wever, broer van Bart de Wever, zegt zo'n kanon opstellen, dat kan je eigenlijk niet wetenschappelijk. Ja, maar ik denk dat het ook een dynamisch gegeven moet zijn. Hè? Dus dat het aan de Vlaamse kanon een aantal vensters geeft om te kijken naar een stuk geschiedenis van Vlaanderen. Een stuk cultuur, hedendaagse cultuur in Vlaanderen. Ik denk dat het ook evolutief kan zijn. Maar laat ons nu dit debat ook niet oppeppen tot het ultiem inburgeringstraject. Ik denk dat het een nuttig instrument kan zijn, een hulpmiddelinstrument is zelfs. Ja. Misschien, slechts een hulpmiddel, een dus element. Een hulpmiddel om nieuwkomers een beetje wegwijs te laten maken in die Vlaamse cultuur, om toch een aantal echte topmomenten ook eigen te maken. En in Nederland loopt dat al bij al, als ik daar commentaar lees, niet zo slecht. Dus ik ben ervan overtuigd dat wij in Vlaanderen dat ook zo kunnen doen en met de Vlaamse nuchterheid dit wel in goede banen kunnen leiden. Ja, aan de kanon houdt u via onze kanon Kerstboom alvast een goed boek over. Ja, dank u wel. Lectuur. Zeer bedankt voor dit gesprek en een goede eindejaarsperiode gewenst. Dank u wel, voor u ook. Zeer bedankt. Ja.